Een gemiddelde stapelwolk is al snel 1 kubieke kilometer groot en bevat zo'n 500.000 kilo aan water. Dat staat gelijk aan het gewicht van zo'n 100 olifanten. Stel je nou eens voor dat deze wolk niet uitregende, maar als 1 grote druppel naar beneden zou vallen. Het is eigenlijk best wel bijzonder dat dat niet gebeurt. Dat vond ook Marcel Schut. Hij vroeg aan Weerplaza hoe dat nou zit. Wolken bestaan uit wolkendruppels die zo klein en licht zijn dat ze kunnen blijven zweven. Deze wolkendruppels groeien doordat ze botsen en samenvloeien. Dat noemen we het coalescentieproces. Dit gebeurt overigens in de wolk niet overal tegelijkertijd, waardoor er verschillende maten druppels ontstaan. En de zwaarste druppels, die vallen naar beneden. Ze kunnen tijdens deze val ook nog andere kleine druppeltjes invangen, waardoor ze nog groter worden. Een ander proces in een wolk dat tot neerslag kan leiden is het Wegener-Bergeron-proces. Het proces is genoemd naar de ontdekkers ervan. Het beschrijft hoe neerslag zich kan vormen in een wolk waarin ijskristallen aanwezig zijn en onderkoeld water. Onderkoeld water, dat is vloeibaar water, maar wel met temperaturen onder het vriespunt. Het proces is vrij ingewikkeld om uit te leggen, maar waar het op neerkomt is dat de onderkoelde druppeltjes kunnen verdampen, waarna de waterdamp ervoor zorgt dat de ijskristallen gaan groeien tot sneeuwvlokjes die steeds groter worden en zwaarder, waardoor ze uiteindelijk gaan vallen. Omdat deze twee neerslagprocessen vaak tegelijkertijd en door elkaar aanwezig zijn, vallen druppels in verschillende grootte en met verschillende snelheid naar beneden. Bij wolken die een sterke opwaartse beweging van lucht hebben, zoals bijvoorbeeld buienwolken, zie je dat er vaak grotere regendruppels naar beneden vallen. Dat komt omdat ze eerst groot en zwaar moeten zijn voordat ze deze opwaartse stroming kunnen overwinnen. Soms zorgt die opwaartse stroming er juist voor dat druppels hoog in de wolk er aan de zijkant worden uitgegooid. Dan hebben ze geen last meer van die opwaartse stroming en vallen ze naar beneden. Dat is typisch zo'n situatie in de zomer, dat er een paar grote druppels vallen, maar dat het verder droog blijft. Als je geluk hebt, want als je pech hebt, komt toch even later ook nog de bui over je heen en word je kletsnat.